Het is een foto, het is afgedrukt op hout, eigenlijk een print op hout. Maar het is gebaseerd op eigenlijk gedroogd groenteafval. Ik zie een landschap, alsof het sawa's en theeplantages. Dat heb ik vaker gehoord, dat mensen dat denken. Nee, het zijn tuinbonen. Aanstaande dinsdag bij RTV Dordrecht in het programma Art en Dort, eco-kunstenaar Angelique van der Valk. Kijken dus.